Hoi allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben Milou en ik heb weer een nieuwe procesvideo voor jullie vandaag. Vandaag is de vijfde dag van de mini-marathon en ik ga aan de slag in mijn Travelers Notebook. Ik liet net eventjes zien hoe dik mijn Travelers Notebook al is en dat terwijl ik pas 2 pagina's verwijderd ben van de helft. Kun je nagaan, dus het wordt echt een heel dik boekje. Ik ga vandaag met deze foto aan de slag van mijn kat Cookie. Hij komt de laatste tijd erg veel langs in procesvideo's, ik weet het. Maar voorlopig is dat het weer eventjes. Dan gaan we weer andere dingen vastleggen. En ik maak gebruik van deze paperpad van My Mind's Eye, dus van de Miauw collectie. En ik ben op zoek naar papier wat ik er leuk bij vind passen. Deze heeft kopjes van een kat en ik ben aan het kijken. Zodat je zeg maar toch nog een beetje van de achtergrond ziet. En ook echt wel ziet dat het kopjes van de kat zijn. Omdat je natuurlijk veel weg ja, bedekt met je foto. Ik kwam aan de ene kant toch de oortjes omhoog. Aan de andere kant de snorharen. Dus zo was het toch nog duidelijk. Ik ga weer met mijn schaar langs de randen. Om weer dat meer effect te geven zeg maar. En daarna wil ik deze mouw, dit mouwpapier erachter plakken. Ook die knip ik uit en ga ik weer met de schaar eromheen. Op de linkerpagina van mijn Travelers Notebook heb ik acrylverf gebruikt in het oranje. En dat ga ik dus ook op deze pagina doen. Omdat ik graag wil dat mijn pagina's een beetje matchen. Ik ga dit stencil gebruiken. Deze is van Doobadoo. En ik dacht eerst die hele kleine rondjes te gebruiken. Maar toen dacht ik, oh nee, ik vind deze rondjes toch wel heel leuk. Dit zijn, ja, ik vind het net van die koffierondjes. Weet je wel, als je je beker, of thee, ik drink alleen maar thee. Je beker hebt neergezet en dat het, oepsie, zo'n kringel achterlaat. Ja, ik vind het een heel leuk effect hebben. Ik doe met een sponsje. Of ik ga met een sponsje door het stencil heen en daardoor krijg je de verf er goed doorheen gedrukt. Hier zie je dat het best wel een, veel verf achterlaat en dat je echt wel goed moet boenen om het eraf te krijgen. Want het wordt eerst wat geler en daarna zie je pas weer het wit van mijn bureau terugkomen. Maar dit is het effect. Ik ga zo meteen ook nog spetters maken. Dat ga ik hier doen. Ik doop mijn kwast een klein beetje in het water en dan doe ik het gewoon in het dekseltje. En zo kan ik spetters maken over mijn pagina heen. Dit keer ben ik wel slim geweest om mijn linkerpagina af te dekken. Dat vergeet ik nogal eens. Maar nu had ik eraan gedacht. Dus gelukkig zit dat niet allemaal onder de spetters. Een aantal spetters waren te dik. Tenminste, te dik. Dan duurt het heel lang voordat het droogt. Dus ik wilde met het papierstukje eroverheen. En ik was ook een beetje ongeduldig, want ik had geen zin om heatgun te pakken. En hier plak ik mijn foto's ook al op, of foto ook al op, terwijl de verf eigenlijk nog nat is. Maar dat is niet zo erg. Acrylverf droogt wel heel snel, daar ben ik wel heel blij mee. Ik gebruik ook de stickerset van Mau, van de Mau collectie. Daar pak ik deze La van af. En de O is gemaakt met een voetstapje. En ik heb deze So Sweet stempel. Die stempel ik 2 keer. 1 keer zeg maar met de volle inkt. En daarna nog een keer dat ghost stamping. Zodat je, of secondary stamping, hoe je het wil noemen. Wat ik ook een heel leuk effect vind geven. Hier wilde ik eerst de datum stempel doen. Omdat ik niet precies wist hoe die uit zou komen. Heb ik eerst die gedaan om vervolgens nog een keer die So Sweet te stempelen. En hier komt een standaard lijntje natuurlijk weer om de pagina heen. Mijn journaling gaat nu verschijnen. Daar is het. En dan ga ik alleen nog met mijn tiny weird stickers aan de slag. Van Tim Holt, zijn die small talk. Deze knip ik in 2. En dan is mijn pagina alweer klaar. Een snelle journalpagina vandaag. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En morgen hebben we weer een nieuwe video. Dat wordt de 6e alweer. Vond je het een leuke video? Geef me een like. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe het dan. Heb je vragen? Ik beantwoord ze graag. Dus laat ze hieronder achter. Ik hoop jullie morgen weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doei!